vroeger, in de 17e eeuw, in de 16e, 17e eeuw, dacht René Descartes, die dacht dat de mens bestond uit twee delen. Een immateriële ziel en een materieel lichaam. En die zijn weliswaar met elkaar verbonden, maar het zijn toch ook echt twee aparte dingen. En in die immateriële ziel, daar gebeurt alles wat wij nu mentaal of psychisch zouden noemen. Dus daar gebeurt het denken, het waarnemen, het voelen, het willen. Dat gebeurt allemaal daar in de immateriële ziel. Tegenwoordig zie je dat de moderne wetenschap, en natuurlijk met name de neurowetenschap, die hele Cartesiaanse ziel volledig heeft afgeschaft. Althans, ze denken dat niemand gelooft meer dat er zoiets bestaat als een immateriële ziel. Maar wat je tegelijkertijd ziet, is dat de functies, de mentale functies die Descartes in de ziel plaatste, dat die eigenlijk nog redelijk hetzelfde zijn zoals Descartes die dacht. Dus wat je ziet is dat aan de ene kant mensen die immateriële ziel er helemaal uitgeknikkerd hebben, terwijl aan de andere kant een heleboel eigenschappen van die ziel nog wel intact blijven. Dus je ziet dat het brein een soort van materiële versie is geworden van wat bij Descartes de ziel was. Wat mij betreft zou dat dus nog iets radicaler mogen veranderen. Dus ze mogen niet alleen, wat mij betreft, de immateriële kant van de ziel eruit gooien, maar vooral ook die functionele benadering van de ziel als iets wat volledig mentaal en niet lichamelijk is, dat zou er ook nog uit mogen. En wat je in een heleboel, in een aantal discussies in ieder geval in de filosofie ziet, is dat mensen steeds meer zijn gaan benadrukken dat cognitie, denken, maar ook, ook het voelen van emoties en het interageren met de buitenwereld, heel duidelijk een lichamelijk karakter krijgt, dat het iets te maken heeft met onze fysieke gesitueerdheid in de omgeving en dat het ook iets te maken heeft met het feit dat wij heel veel cognitieve taken samen met mensen als groepen vervullen. En die kanten van cognitie die zou wat mij betreft nog iets meer benadrukt kunnen worden in de neurowetenschappen. En als we het dan toch over de ziel hebben, dan denk ik dat het interessant is om te zien dat ver voor Descartes, bij de oude Grieken, er op een heel andere manier werd nagedacht over de ziel. Daar was de ziel niet zozeer iets wat helemaal los staat van het lichaam en daar weinig mee te maken heeft, maar daar was de ziel vooral datgene wat een lichaam liet leven en bewegen en ook nadenken. Maar dat had heel veel met elkaar te maken. Eigenlijk denk ik dat wat je nu ziet is dat de neurowetenschap voor wat betreft de inspiratie toch heel erg sterk teruggaat op Descartes. Voor wat betreft de functies van het mentale. En dat zou je wat mij betreft meer kunnen veranderen richting de ziel van de oude Grieken. We hoeven niet te geloven in een immateriële ziel. Maar we kunnen voor wat betreft de functionaliteit van die ziel denk ik heel veel leren van zoals iemand als Aristoteles dat zag.